Ik ben Christine Teunissen, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. De komende periode ga ik me inzetten voor klimaat, biodiversiteit en economische systeemverandering. Ik wil topprioriteit geven aan biodiversiteit. Nederland bungelt onderaan elk lijstje als het gaat om natuur, dus ik wil de natuur een stem geven. Ik werk al heel lang voor de Partij voor de Dieren. Ik ben in 2009 begonnen met een stage. En daarna ben ik communicatiemedewerker geworden, persvoorlichter, Eerste Kamerlid, gemeenteraadslid en nu Tweede Kamerlid. Dus 12 jaar. Ik heb 2 jaar geleden mijn jubileum gevierd. Dansen en muziek maken. Ik speel piano, gitaar en ik hou erg van swingdance. En dan moet je denken aan oude jazzmuziek waar je heel vlot en vrolijk op danst. Waar het begint is de opvatting dat economische groei niet de oplossing, maar het probleem is. Dan werken we toe naar een economie binnen de draagkracht van de aarde. En daarmee is ook het klimaat geholpen, want dat betekent minder uitstoot. En daarnaast natuurlijk de veestapel inkrimpen, want het landgebruik is een van de grootste oorzaken van de klimaatcrisis. Een octopus. Octopus is heel slim, wordt vaak onderschat en kan heel goed multitasken. En dat ben ik zelf niet zo goed in. Sinds kort weet ik veel van kruiden en welke werking kruiden kunnen hebben. Veel mensen weten al dat je paardenbloem kunt eten. Maar weet je ook bijvoorbeeld dat je kleefkruid kunt eten? Veel mensen hebben geen idee. Ik wist het in ieder geval niet. Het is heel bitter. Momenteel zijn er heel veel dingen aan de hand in de wereld. We hebben te maken met klimaatverandering en heel veel dierenleed. En dat zijn grote, zware onderwerpen. Ik zou iedereen willen meegeven om al die ellende niet op je schouders te gaan dragen. Maar vooral te kijken wat je zelf kunt doen en je best een beetje voor te zetten. En dat heeft het meeste zin.